Oké, weet je, daar heb ik vanavond even pech met Dead by Daylight. Bro, dit is echt een mini-update. Dit is echt een micro-update. Dit is een upgrade, even average als mijn lol. Ja, dus ik hoop niet dat ik mijn rijbewijs kwijt ben. Haha! Serieus, dan voel je even kut als je echt gewoon. Ik weet niet precies hoe hard het ging. Hey, oh. Volgens mij ging ik wel iets te hard. En toen ik de melding zag, rende ik wel af, maar dan voel je echt zwaar kut. Want dan vibe je echt goed op het nummer en dan zie je, zeg je, de rijtje, zeg je telefoon gewoon. Vibe minder, rij langzamer. En dan denk je van. Oh. Bro, jij ging gewoon zo. Fuck. Over. Jij ging gewoon zo over die weg heen. Ik was gewoon. Hoe is dit 180? 180 in de schoolzone. We zijn gewoon rustig. Ketamine te snuiven achter de stuur. Ik krijg je ook. En gewoon met mijn rechterhand gewoon Candy Crush spelen met mijn telefoon. Tijdens het rijden. En dan ben ik in de buurt van de school en dan denk ik, hé, wat zijn er veel? Zijn er volwassenen klein geworden? Nee, wat zijn er kut, hoe heet dat? Niet, hoe heet dat nou? Zo'n fucking bult waar je overheen rijdt. Drempel! Wat zijn er veel drempels op deze weg? Wanneer je langs de school rijdt. Oh no man. Deze drempels schillen, wat de fuck is dit? Bro. Wat heeft ze nu op deze weg gedaan? Ze worden toch heel erg veilig, ze hebben om de 2 seconden een nieuwe drempel. Oh, nee. Hey, waarom rende mensen achter me aan? Wat de fuck is dit nou weer? Oh, wat mooi.